Ik ben professor Huizing en ik werk als medisch oncoloog in het Universitair Ziekenhuis in Antwerpen. En ik ben verbonden aan de borstkliniek en het onderwijs van borstkanker. Het onderzoek waar ik mee bezighoud binnen het ziekenhuis is vierledig. Patiënten met lokaal gevorderde borstkankers de behandeling optimaliseren. Bij vroegtijdige borstkankers in wording te kijken wat de oorzaak daarvan is. De optimalisering van het beoordelen van hoe de tumor reageert op een behandeling, dat noemen we tumorrespons. En een vaccinatiebehandeling bij patiënten die niet goed reageren op chemotherapie en die een slechte vooruitzichten hebben. Ik behandel voornamelijk jonge vrouwen met borstkanker van 30, 35. Ze zijn allemaal jonger dan ik ben. En dan word je er zo mee geconfronteerd, dat kan mij morgen ook gebeuren. En dat is denk ik heel belangrijk. Borstkanker kan elke vrouw overkomen. Zeker hier in de regio Vlaanderen. Omdat de incidentie van borstkanker of het voorkomen van borstkanker zo enorm hoog is. We zijn op een hele goede weg zijn we met borstkanker. Maar er zijn altijd nog hele jonge vrouwen die heel snel overlijden. En ik denk dat daar heel veel geld voor nodig is voor vrouwen die zeker bijvoorbeeld geen hormoongevoelige borstkankers hebben. Om daar die vrouwen mee te genezen. Het is altijd heel triest om een jonge vrouw van 35 jaar met 3 of 4 kleine kindjes dood te zien gaan na een jaar van het stellen van de diagnose. Dat is heel, heel zwaar voor de familie, voor de omgeving, jonge mensen zijn, maar ook voor ons artsen.